Goedenavond, dank u wel dat u hier ook wil zijn. Simon Reining, directeur van het Concertgebouw. Vandaag is Nexus Instituut hier te gast. Maar wat betekent het Nexus Instituut eigenlijk voor jou? Ik zag die vraag al aankomen. Ik vind het mooi van het Nexus Instituut dat het je eventjes uit je vaste groef haalt. En je eigenlijk dwingt om eens na te denken over de grote vragen van het leven die je eigenlijk in de waan van de dag vaak over het hoofd ziet. En de publicaties helpen daar denk ik ook heel erg goed bij. Dat het zo'n breed scala van verschillende denkers, schrijvers, artiesten, van alle hoeken en gaten mensen, die worden gevraagd om een bijdrage te leveren aan het Nexus cahier. En ik lees altijd met zeer veel plezier. En het zet je ook wel weer aan tot denken. Het inspireert mij ook vaak in mijn werk om weer eens van de andere kant tegen het Concertgebouw en ook mijn eigen leven aan te kijken. Nou, dat is heel mooi zo gezegd. Vanmiddag hebben we gesproken over beelddoen. Wat houdt beelddoen specifiek voor jou in? Beelddoen houdt voor mij in toch eigenlijk een continue zoektocht naar antwoorden op de grote vragen van het leven. En ik denk toch, en ik ben van nature denk ik een vrij nieuwsgierig mens en ik hou erg van lezen. En als ik maar even de tijd heb, dan doe ik het ook graag. En ik denk toch dat in het stellen van de vragen en een gezonde vorm van onzekerheid, dingen ter discussie stellen, twijfel, dat dat een enorme motor is in het leven om nieuwe dingen te ontdekken en toch ja, misschien een beter mens te kunnen worden. Een beter mens te kunnen worden, zeg je nu. Dat is een grappige vraag, want hoe kan lezen jou hierbij helpen? Zijn er specifieke boeken die je hiervoor geïnspireerd hebben om te kunnen zeggen, daarvan heb ik het gevoel dat ik een beter mens ben geworden? Ja, mijn brein werkt zo dat ik, dat is ook wel een beetje een tekortkoming, daar ben ik ook wel jaloers op mensen die dat niet hebben, dat tekort. Het is niet zo dat ik precies van iedere titel weet, dat citaat, daar heb ik dat aan gehad en dat citaat heb ik dat aan gehad. Ik schud ze niet zeg maar zo los uit mijn mouw, maar het is wel zo dat als je een boek leest, en het is soms ook met het lezen van een, of lezen van het boek met het horen van een stuk muziek, dat het doet iets met je. Na het lezen van een boek ben je toch weer een beetje een ander mens dan voor het lezen van het boek. En al die kennis die je met het lezen van al die boeken hebt, die sla je toch ergens op. Het zet processen in je hersenen in gang, waarmee je toch weer iets doet. En het maakt je nieuwsgieriger en een rijker mens. En om maar twee mooie titels te noemen van het Nexus Instituut, ik vond De Adel van de Geest een prachtig boek van Rob Riemen. En een boek wat ik misschien nog wel dichter bij me draag, is het boek wat is verschenen onder de titel De Universiteit van het Leven. En wat ik daar nou juist zo bijzonder aan vind, is dat daar mensen een beetje op het einde van hun leven, die ongelooflijk bijzondere dingen hebben meegemaakt, zo 80ers, 90ers in sommige gevallen, niet allemaal geldt dat voor, maar de meeste van die schrijvers wel, die bijzondere dingen hebben meegemaakt in hun leven, vooral hele moeilijke tijden hebben doorgemaakt, oorlogen, een gebrek, natuurrampen, je kunt het niet verzinnen. En die zijn desgevraagd gekomen met een aantal inzichten die ze hebben opgedaan. Niet uit hun boeken of ze wordt niet gevraagd om de grote filosofen te citeren, maar gewoon van wat heb jij nou geleerd? En heel veel van die uitspraken, die draag ik nog echt wel bij me. Zoiets van blijf nieuwsgierig, wees nederig, blijf je openstellen voor nieuwe ontwikkelingen. Hele basale dingen waarvan ik denk, god, wat is dat nog mooi dat mensen die zoveel levenservaring hebben meegemaakt, die zoveel levenservaring hebben en zoveel dingen hebben meegemaakt, die basiswijsheden meegeven. Ik vind dat heerlijk. We hebben vanmiddag heel erg veel ook over muziek gesproken, over hoe muziek kan inspireren, hoe muziek in het onderwijs kan inspireren. Als directeur van het Concertgebouw vraag ik jou ook, wat is nu specifiek een muziekstuk dat voor jou ontzettend belangrijk is, dat je telkens weer opnieuw inspireert? Dat is heel moeilijk. Ik heb niet iedere dag zin in Hutspot of Boerenkool. Het hangt een beetje van je gemoedstoestand af, welk stuk muziek je inspireert. Het is misschien een beetje een voor de hand liggend achter, maar de muziek van Bach, dat is voltemperiert, dat is klavier, daar kan je eindeloos naar blijven luisteren. Je ontdekt iedere keer weer nieuwe dingen. Maar ook laatst hadden we vorige week bijvoorbeeld de Jupiter-symfonie, een van de laatste symfonie die Mozart heeft geschreven. Onwaarschijnlijk stuk muziek waarvan ik me iedere keer afvraag, hoe kan het toch dat iemand zoiets moois heeft verzonnen? Om maar twee hele recente voorbeelden te noemen, maar ook de Mis in C klein van Mozart, die hier laatst ging in het kader van de herdenking van Frans Brugge. Onwaarschijnlijk mooie muziek. En hoe langer ik nadenk erover, hoe meer titels ik weer ga noemen. Dus het is eigenlijk niet het beantwoorde vraag, dat is zo mooi aan de muziek. Er is zoveel, zo mooi.